het mag worden. KBS Orca's daarentegen is nog ver van een hoge klassering verwijderd. Gisteravond stonden ze in de evenementenhal in Groningen tegenover elkaar. Als we naar de stand kijken voor deze wedstrijd, dan zien we op een vierde plaats Donar. En op die teleurstellende zevende plaats KBS Orca's. De ploeg die op het randje van de dood is geweest, maar op het laatste moment voor de competitie een sponsor vond. Evenementenhal niet helemaal uitverkocht, 700-800 mensen. En dat is wat tegenvallend voor Groningen, want daar zit het altijd heel veel. De basis 5 van Orca's. We zagen Martinal, Jerry Beck, good old Jerry, Jeroen Talens, René Ridderhof, de driepuntschutter en de lange Peter Dam. En dit is Menno Halewijn. Hij kon helaas niet meedoen, hij is geblesseerd aan zijn schouder. De basis 5 bij Donar, Casper Witt, Paul Georgiades, Frank Cardon, Bernard Day, Amerikaan, en Tony Oglesby, de andere Amerikaan, full prof bij Donar. Scheidsrechters Zegwaard en Enning. En dan kunnen we gewoon beginnen aan de wedstrijd bij 11-11. Donar dus in het blauw. Dit is Bernard Day. Mist. Beetje gerommel onder de borden. En dan van heel ver Casper Witt. Een driepunter. Hij speelde vorig jaar nog bij Computer en Meppel. En scoort 14-11. Gehandicapt. De Urkers. Want niet alleen Menno Halewijn kon niet meespelen, maar ook zeg maar de derde Amerikaan, Dwayne Jones. Hij mag pas vanaf 1 januari meespelen, omdat hij dan Nederlander is. Vida Martin scoort en Glenn Pinas, de coach, moedigt zijn spelers aan. 14-13 op dit moment de stand. Clemens Blom. Ja, en dat is nou echt typisch voor deze wedstrijd. 19 driepunters in totaal. Terwijl er helemaal niet zo verschrikkelijk goed gebasketbald werd. Mooie tip in van Jerry Beck naar de drive van Jeroen Talens. 33 jaar, Jerry Beck. Ja, 19-17 ondertussen. 2 punten verschil, Tony Oglesby mist. En dan snel uitspelen. Slecht schot, maar goed opgepikt door Vida Martin. 19-19. Frank Cardon. Spelverdeler bij Donar. Hij was grieperig geweest de afgelopen week, maar speelde toch. En hoe? Paul Georgiades speelde vorig jaar nog op Urk. En dan is de bal bij Oglesby terechtgekomen en die scoort 21-19. Tony Oglesby speelde voorheen in Noorwegen. Orca's weer in de aanval. Jeroen Talens. Hele rare actie, maar die bal gaat erin. En die telt gewoon 2 punten. Met het uitschuifarmpje van Jeroen Talens. Vallend, struikelend en botsend. En die bal gaat er toch in. 21-21. Ah, prachtige driepunter van Harry Kuiper. 24-21. Jeroen Talens, vorig jaar nog bij Computer en Meppel en daarvoor spelend bij ditzelfde VGNN Donar. Jerry Beck, goeie scoren, terwijl Oglesby kwaad is omdat hij een persoonlijke fout krijgt. Jerry Beck mag ook nog na deze scoren een vrije worp benutten. En daardoor is het 24-24 op dat moment. We hebben een sprongetje gemaakt. We zitten bij 41-38. In de laatste paar seconden van de eerste helft. Bernard Day. Paul Georgiades. Mist. Marcel Huibens. Martin. Verliest de bal. Beck houdt hem binnen. René Ridderhof. Talens. En dan is er lopen gemaakt door Vida Martin. Geconstateerd door scheidsrechter Zegwaard. En dan krijgt de ploeg van Jan-Willem Jansen nog 1 aanval te gaan in de eerste helft. Bernard Day. Nog geen punt gescoord in de eerste helft tot op dit moment. Gaat 1-1 aan. Speelt naar Georgiades. Die mist. En dan de laatste 3 secondjes. Weer gegooid. Bernard Day gaat omhoog voor een driepunter. En die bal zit wel. Belangrijke score.
De eerste score in de wedstrijd van Bernardet is een driepunter en we hebben een rust van 44-38. We hebben een stukje overgeslagen in de tweede helft, 55-49. Talens moet gewoon heel simpel gaan scoren, doet dat niet. Bij 55-49 en gooit de bal dan helemaal weg. Talens had zijn dag absoluut niet gisteren. Nog steeds dus 55-49. Georgiades speelde een uitstekende eerste helft. En via zijn handen komt de bal bij Tony Oglesby terecht. En die scoort 57-49 tot tevredenheid van Jan-Willem Jansen. Het was een persoonlijke fout op Oglesby gemaakt, dus hij mag een bonus vrije worp nemen. En ook die gaat erin. 58-49, 9 punten verschil. René Ridderhof. Marcel Huibens, zijn eerste wedstrijd na een blessure. En dat deed hij niet slecht. 58-51. Kasper Wit. Dan Clemens Blom. Georgiades terug naar Blom. Reservespeler van het Nederlands team scoort een driepunter. 61-51. Het was gisteravond wat makkelijker om van ver te schieten dan van dichtbij. Getuigen die 19 driepunters die geschoten werden. Ik heb dat maar weinig meegemaakt in wedstrijden. Zoveel driepunters. Martin. Jerry Beck. Ja, en als iedereen driepunters kan schieten, denkt Beck met zijn 33 jaar, dan kan ik het ook nog wel. 61-54. Ondertussen 72-62. 10 puntjes verschil in het voordeel van Donar, maar Orcas zijn aan de bal. René Ridderhof. Mist. Dan krijgen we een rommelige periode in de wedstrijd. Bernardet met moeite houdt die bal binnen. Harry Kuiper. Frank Ardon. Day binnen door en Oglesby die mist. Martin gooit de bal maar even weg via Bernardet. Georgiades pakt op. En ze ging het eigenlijk maar heen en weer. Day. Ardon. Kuiper. Buiten en dan is het Ardon, want het eindigt altijd met een driepunter. En het lijkt gebeurd met de Orcas, maar Pinas denkt er anders over. There is absolutely no need to let your head hang down. Absolutely not. What you do now is you're on the free throw line. Convert your 2 free throws. Pick them up full court. Run and jump at them. That's all you got to do. Ja, dat is makkelijk gezegd van de Groninger Glenn Pinas, die nu coach is bij de Orcas. En de boel daar op een rijtje probeert te krijgen. Maar erin gooien is toch nog wel wat anders. Alhoewel, wie anders dan Frank Ardon laat zien dat dat toch niet zo verschrikkelijk moeilijk is. 77-67 op dit moment. Marcel Huibens. 77-69. Fijne, goede basketballer Marcel Huibens. Geldt al jaren als een talent. Ardon. Misschien was dat wel de man die gemist werd in het Nederlands team. Afgelopen week. Georgiades. Gegroeid onder Jan-Willem Jansen. En weer Frank Ardon. Weer een driepunter. En zo ging het maar door. 80-69. Drie punten van Frank Ardon. Ja, en dan is het definitief gebeurd met de Orcas. Want we zitten in de laatste seconde. Nog een verschot van Martin. Beck gaat even buiten de driepuntslijn staan. En gooit hem erin. Het mag allemaal niet meer helpen en baten, want het is 90-79. En dat is de eindstand van Vegen en Donar tegen KBS Orcas. Jan-Willem Jansen kan rustig naar haven zich, want het is weer een overwinning. En als we dan kijken naar de andere uitslagen, dan zien we het Vegen van Eindhoven door Bestmeet. Bestmeet op een derde plaats, Donar goed daarbij. En 1-2, Nashua Lasers en Commodore Den Helder. En helaas geen Dunk of the Week, want er werd niet gedunkt gisteren.